Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Skype-corona-sprookjes. Ja, we zitten nog steeds Skype-corona op veilige afstand van elkaar. We hebben geen publiek, maar uiteraard luistert u wel. Dames en heren, ik heb vandaag een improvisator bij mij. De geweldige Jeroen Hermans. Ik ken hem van de Belgische Improvisatie en jullie gaan hem vandaag ook leren kennen. Applaus, Jeroen Hermans. Oh. Zo, Jeroen, dat was nog eens applaus, hè? Oh, manneke. Ja. We gaan sprookjes vertellen. Vertel ook altijd waarom dat we dat doen. Omdat als je klein bent, worden de sprookjes voorgelezen en dan word je groter en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjespodcast. Ik heb via Skype sprookjestitels doorgekregen van mensen waar ik dat uiteraard aan gevraagd heb. En ik heb hier een titel. En ik denk dat we daar wel een mooi sprookje mee kunnen maken. En dat is, er was eens de gezinnenvanger van Pamel. Ja. Ik weet niet wat er naartoe gaat, maar ik denk dat het een spannend sprookje kan worden. Okay. Dus hier gaan we. Er was eens een gezinnenvanger van Pamel. Hendrik had een heel gekke job. Hij was gezinnenvanger. Hij moest er elke dag op uit en hij moest zijn quota halen. Hij moest gezinnen vangen de hele dag door, de hele week lang. Dat was zelfs in shiften. Soms moest hij 's nachts ook op pad. En hij moest die gezinnen vangen voor de koning. De koning was een koning die geen gezin had. En omdat hij jaloers was op al die andere mensen die wel een gezin hadden, wilde hij alle gezinnen uit het land uitroeien. Iedereen moest single zijn en happy. Dus daarom had hem, hoe heet hem nu weer? Hendrik. De gezinnenvanger van Pamel geboekt eigenlijk om alle gezinnen in Pamel uit te roeien. Ja. Hendrik had zich geïnstalleerd aan de rand van een wandelpad. Dat heel vaak gebruikt werd door jonge gezinnen. Dus een ideale plaats om een gezin te vangen. En er ook zeker van te zijn dat hij zijn quota zou halen. Dus gezinnen zijn niet makkelijk te vangen, want iedereen wist dat het niet mocht. Ja. Dus iedereen woonde apart, maar dan sprak die wel in het geheim af om op een zondagmiddag als gezin te gaan wandelen. En dat was waar Hendrik op wachtte. Ja. Hendrik had het al lang in het snuitje toen hij plots ineens een stelletje hoorde praten. En dat klonk veel te gezellig. Bovendien hoorde hij ook zo wat kinderen gibberen. Dus hij wist, haha, ze zijn daar. Hij bleef luisteren en hij zocht nog een iets waar het hem zeker door moest worden. En op een bepaald moment riep het kindje iets naar de meneer. En de meneer zei, wat zeggen we? En dat kindje zei, ja, papa. En dan wist hij het. Dat is de papa, dat is de mama. En we hebben twee kindjes. Ja. Een gezin. Ideaal. Jammer dat er geen drie zijn, want dan krijg je net iets meer van het groeipakket. Maar goed, twee kinderen, daar viel mee te werken. Dus hij had, zoals dat je in de tekenfilm ziet, zo'n net over de weg gelegd. En allemaal bladeren daarover. Als die daar dan zouden opwandelen, had hij zo, hop, tjaka, naar boven, hop. En dan zaten die gevangen. Dus hij hield zijn adem in toen ze dichterbij kwamen. Ze kwamen dichterbij en ze liepen op het net. En op dat moment trok Hendrik aan zijn touw en pff, het net sloot zich en heel het gezin zat vast. En Hendrik liep er naartoe van, hahaha, jullie zijn een gezin, ik weet het wel. Nee, zei de man, wij zijn eigenlijk geen gezin, wij zijn eigenlijk een nieuw samengesteld gezin. En daar staat niks van in de wet. Aha. Zei Hendrik, mij gaat er niet liggen hebben. Hè. Een nieuw samengesteld gezin, die zeggen niet gewoon papa. Die spreken hun pluspapa aan met hun voornaam. Je gaat mij hier niet liggen hebben, ze. Ah ja, zei de papa. Maar dat kindje, dat juist papa zei, dat is mijn kindje. Dat andere kindje, dat je niet hebt horen spreken, dat zegt pluspapa. Ja, wij zijn een nieuw samengesteld gezin. Ja, maar nu maak je het nodeloos ingewikkeld. Hè? Die kinderen kunnen op den duur ook niet meer volgen. Hè? En wat moeten die kinderen dan gaan vertellen op de speelplaats? Hè? Van, ja, dat is mijn mama, dat is mijn plusmama. Dat wordt allemaal heel onoverzichtelijk. Hè? Je kunt er op den duur niet meer aan uit. We gaan het hier kort houden. Je bent gevangen. Je bent een gezin. Ik breng u naar de koning. En
Hendrik deed wat hij zei. Hij bracht het gezin naar de koning en voor elk gezin werd terechtgesteld, moest het uiteraard in de troonzaal voor de koning verschijnen. En de koning zat op zijn troon. En het gezin werd binnengeleid, samen met Hendrik, de gezinnenvanger van Pamel, achter hem. En de koning zei van, ha, Hendrik, je hebt dus weer een vies, vuil gezin gevangen. Ja, majesteit. Ja, majesteit, zei Hendrik. Almachtige majesteit, ik ben er weer in geslaagd om dat gespuis van de straat te plukken. Ha. Ze wilden er nog van onderuit muizen, maar ik was in te snel af, hè. Hoe bedoel je, ze wilden er onderuit muizen? Dit is toch duidelijk een gezin, Hendrik? Ja, blijkbaar, majesteit. Ik zeg het niet graag te luid, want ik wil ze niet op ideeën brengen, die andere gezinnen. Maar nu beginnen ze al met nieuwe, samengestelde gezinnen. Stel je voor. Wat, zei de koning, wat? Een nieuw, samengesteld gezin? Wat voor is dat? Ja, niemand die dat begrijpt. En ik al zeker niet. Ja, begon de papa uit te leggen. Ik heb een kindje bij één vrouw, maar die is er niet meer. Mijn vriendin heeft een kindje bij een man, maar die is er ook niet meer. En daarom hebben wij nu een nieuw samengesteld gezin. En dat staat niet in de wet dat dat niet mag. De koning gebaarde onmiddellijk naar een of andere man die kon schrijven en die klaar ging zitten om een nieuwe wet te schrijven of om op zijn minst een wetaanpassing door te voeren. Want dit kon niet door de beugel. Het addendum ging als volgt. Ook nieuwe samengestelde gezinnen worden bestraft met de dood. Ja, het kort tekent, en bondig, ja. Niet zoals corona-afspraken, onmogelijk ingewikkeld en op te volgen gewoon. Dit was duidelijk, eenduidig, iemand die zegt waar het op staat, gewoon nieuwe samengestelde gezinnen kunnen ook niet, punt. En zo gebeurde het daar in dat land. Voor de eerste keer het nieuwe samengestelde gezin werd geëxecuteerd op de meest gruwelijke manier. En vanaf dan ging de gezinnenvanger van Pamel niet alleen op zoek naar gezinnen, maar ook naar nieuwe samengestelde gezinnen. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dames en heren, laten we eerlijk zijn. Een nieuw samengesteld gezin, dat is voor niemand goed. Hè? Dus ofwel blijft de single, ofwel gaat de bijeen en dan blijft de bijeen. Maar alsjeblieft, auto is vol. Oké, slaap lekker.